Gaan we er tegenaan? Ja, u krijgt deze donderdag weer een flyer van het Christoffer Nieuws. Om een beetje op de hoogte te blijven van het nieuws van de kermis Circus de Binnenvaart. En u weet dat u nog een paar keer en dan gaan we weer in september gaan we weer aan de slag. Ja, waar wil ik mee beginnen? Ik heb afgelopen vrijdag heb ik een groot reuzenrad ingezegend. Dat is de Bon Voyage. Groot reuzenrad in Tilburg. En er waren heel wat mensen bij van de familie Buwalda. En daarvoor heb ik een schip ingezegend van de familie Mondenmakers. Prachtig groot schip. En dan vragen mensen wel eens, ja, waarom zegent u nou zo'n schip in? Nou ja, ik vind het leuk om niet alleen het schip in te zegenen, maar vooral ook om zegen te vragen aan onze lieve Heer. Over de familie die dat schip gaat beheren, die het georganiseerd hebben. Of het reuzenrad hebben georganiseerd. Maar ook om te zeggen van, er is meer dan tussen hemel en aarde. En ze moet ook wel eens een keer een suikerspin inzegenen. Met hele grote ogen te kijken. Gebeurt er nog? Ja, dat is een hele goede katholieke traditie. Om gewoon eens eventjes te weten dat we kunnen heel veel dingen. Maar uiteindelijk het investeren in het geluk van elkaar. Hè, en aanstaande zondag dan krijgt het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Die Jezus dan gedaan heeft. En dat wil niet zeggen dat hij allemaal de brood uitgedeeld heeft. Maar hij heeft de mensen laten zorgen dat zij aan elkaar gaven wat ze nodig hadden. En het is niet alleen maar brood, het is ook de liefde, de vriendschap, de hartelijkheid. En daarom ben ik altijd heel blij als ik zo'n schip mag inzegenen. Of zijn reuzenrad, of een suikerspin, of wat dan ook. Om mensen even weer nadenken van ergens midden tussen hemel en aarde. En ik moet zeggen, enthousiasme is altijd enorm. Mensen kijken met hele grote ogen. Maar ze zijn erbij betrokken. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik heb nog iets waar ik me nog wel eens zorgen over maak. Dat is over de ziekenzorg. Natuurlijk de medische zorg, dat is allemaal perfect. Maar de zorg aan mensen die eigenlijk ja, niet direct ziek zijn, maar die wel een stuk in de rug nodig hebben. En ik weet hoe dat gaat. Als iemand in de verpleeghuis opgenomen wordt, dan de eerste tijd, dan zijn ze er allemaal bij en dan willen ze allemaal dingetjes doen. En dan willen ze op bezoek gaan en dat soort dingen. Maar als iemand daar wat langer in ligt, dan raakt het een beetje gewend. Gewoon. En ik probeer altijd aan te geven, deze mensen horen ook altijd bij. Geef ze ruimte, stuur ze een kaartje. De bezoekersdiensten, zowel van het Schipbestendum in Ramenzonveer, als van het KNCC en het pastoraat in Nijmegen, het landelijke, zorg altijd dat er een kaartje gestuurd wordt. En ik probeer zelf altijd de mensen toch op geregelde tijden te bezoeken. En even een praatje te maken of even te luisteren. Gewoon even echt te zijn voor die mensen, daar gaat het om. Houd even de gaten, zeker in die vakantietijd. Hè. En misschien wat meer tijd, een kaartje te sturen, een belletje te doen, bezoekje te brengen. Ik denk altijd van, als u het zelf zou zijn, wat zou u zelf vinden? Goed, ik zit nu in de studio bij Rob Tromp. En ik ga het hebben over dat grote computerprobleem, Rob, wat we gehad hebben. En dan denk ik, ja, de KLM lag plat, ziekenhuizen lagen plat. Met de binnenvaart? Die voer gewoon door. Ja. Het is vooral een virusscanner, oftewel een cybersecurity tool die door grote bedrijven gebruikt wordt. En daardoor zijn ook de grote bedrijven die dus plat gingen. Ja, ze hebben de update op een vrijdag uitgebracht. Dat doe je liever niet. Dat doe je liever op maandag. Ja. Maar goed, ze hebben hem op vrijdag uitgebracht en hij bleek ook niet helemaal goed getest te zijn. Ze hebben een hele testprocedure voordat ze zo'n update uitbrengen. En in die testprocedure zat een klein foutje in, waardoor dat de test niet goed geslaagd was en er problemen ontstonden bij eigenlijk gewoon alle pc's waar deze software op geïnstalleerd was. En dan kreeg je een mooi blauw scherm te zien en dan gaat je computer opnieuw opstarten en dat ging zo gewoon door. Dus iedere gewone gebruiker die kon dat niet oplossen. Nee, maar Rob, bedoel, we zijn zo deskundig, hè? Jij bent de deskundigheid in persoon, nou eerlijk zijn, hè? Dat kun je toch voorzien? Achteraf gezien kun je alles voorzien. Maar normaal gesproken wordt alles uitgebreid getest. Een stukje veiligheidssoftware wat op de pc staat, je kunt het gewoon vergelijken met een virusscanner, die wil je natuurlijk up-to-date houden. Je wil niet eerst 2 weken testen in een omgeving of dat dit stukje software
veilig is en of dat je het kunt uitrollen in je hele netwerk. Want dat is wat normaal gesproken een KLM of een ziekenhuis doet. Die hebben een testomgeving. In die testomgeving daar testen ze de nieuwe updates uit. En voordat ze die uitrollen, hebben ze ze dus getest en rollen ze uit. In dit geval gebeurt dat niet. Het is een stukje, een virusscanner gaat op de achtergrond zichzelf updaten. Dat heeft deze software ook gedaan. Dat wordt ook gewoon toegestaan door die grote bedrijven. En daardoor ging het ook zo groot fout. Want het is een update die eigenlijk niet door de bedrijven zelf gauw getest wordt. En ik kan ik me ook iets bij voorstellen, want met een virusscanner wil je altijd up-to-date hebben. Want als die al niet up-to-date is, dan loop je zeker achter de feiten aan. Dus dat is eigenlijk de reden waarom het fout ging. Ja, ik begrijp dat het fout gaat. Maar zit er dan geen backup in, of hoe dat mogen heten? Jawel, je ziet ook wel, er zijn bedrijven die zijn heel snel weer online. Die kunnen gewoon weer terug naar een vorige situatie, op welke manier dan ook, door iets van een backup terug te zetten of een andere manier. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop systemen waar je fysiek niemand bij kan, die allemaal op locatie draaien. Ja, en dan moet je dan, in dit geval, moest je naar de locatie toe eigenlijk om het probleem op te lossen. Totdat er een update was. Toen moest je hopen met opnieuw opstarten dat hij eventjes die update ging downloaden, ging uitvoeren en dan kon het PC weer fatsoenlijk functioneren. Maar er draaien ook een hele hoop servers in servercenters en die draaien ook allemaal virtueel. Ja, daar kun je niet zomaar bij. Dus hoe bedoel je dat, virtueel? Virtueel, je moet zien, je hebt één grote server en daar draaien allemaal kleine servertjes in. Het zijn eigenlijk allemaal kleine computers die draaien virtueel in die computer. Helder. Dus je hebt eigenlijk maar één hardware. En er zitten softwarematig zitten daar servers in. Die staan op locatie ergens in een datacenter. Meestal niet in het bedrijf zelf. En die kun je ook niet fysiek even opnieuw opstarten. Alles kan op zich wel. Op een gegeven moment waren er ook echt wel oplossingen voor. Maar dat ging dus gewoon niet. Gelukkig hebben we er in de binnenvaart heel weinig last van gehad. Alleen wat in de havens. Ja, maar aan boord gebruiken wij in de binnenvaart en in het MKB wordt deze virusscanner eigenlijk niet zoveel gebruikt. Dat was in dit geval het voordeel. Was het gebeurd met een virusscanner die wij gebruiken of die verder veel gebruikt wordt, was dat ook mogelijk geweest. Alleen dan zie je in die grote bedrijven dan weer niet dat dat zo snel gaat, omdat ze dat op een andere manier benaderen. Ja, maar zo'n Rotterdamse haven, daar wordt toch ook met computers wordt allemaal gestuurd. Hè? Ja, ik denk klopt. De ECT, denk ik. Hè? Ja. Laadprogramma's. Loopt dat geen risico dat ik ook een keer... Jawel, er waren volgens mij ook één of twee terminals die wel, door dit probleem ook waren getroffen. Maar ja, de meeste gelukkig niet. Het waren ook niet alle ziekenhuizen, het waren ook niet alle luchthavens. En waarom? Omdat niet iedereen dezelfde software gebruikt om zijn systeem te beveiligen. Het is uiteindelijk een stukje beveiligingssoftware en niet iedereen gebruikt hetzelfde. Gelukkig niet. Alleen ja, zoals Microsoft al had aangegeven, volgens mij waren het 8,4 miljoen computers die toch getroffen waren. Dat zijn er een hele hoop. Dus, het is maar net in een ziekenhuis. Je zal maar met een operatie bezig zijn. En je zal afhankelijk zijn van zo'n computer, ja. Want tegenwoordig heb je allemaal van die kijkoperaties die allemaal via een computer gaan en het ding zal maar uitvallen. Ja, er wordt nu ook gesuggereerd van moeten we wel alles aan het internet hangen. Nou, zoals u al aangeeft, bijvoorbeeld bij een kijkoperatie die wordt hier uitgevoerd en daarachter kijkt iemand mee. Of zelfs in een ander ziekenhuis kijkt iemand mee, ja, want dat kan gewoon. Ja, zulke soort systemen moeten gewoon wel in het internet hangen. Er zijn natuurlijk wel systemen waar je afvraagt van moet het allemaal in het internet hangen. Zoals bijvoorbeeld op de luchthavens het verwerken van de tickets. Maar uiteindelijk zal het toch aan het internet moeten hangen, want jij krijgt ook je ticket via het internet. Dus eigenlijk is onze hele maatschappij zo dat alles aan het internet gekoppeld moet zijn. En er zullen best wel bepaalde dingen zijn waarvan we kunnen zeggen, nou die koppelen we niet aan het internet. Dus kijk maar aan boord als we weer even teruggaan naar een schip. Waarom zou je tweedraadsysteem aan het internet hangen? Daar bedien je je hele schip mee. Ik zou proberen te voorkomen om dat aan het internet te hangen. Maar de mogelijkheid moet er wel zijn om het er wel aan te koppelen. Want dan kunnen ze je in ieder geval op afstand helpen. Je zult maar op de Donau zitten en er moet iets gebeuren. En er moet fysiek een monteur langskomen. Ja. Dan is het weer fijn als je het wel aan het internet kan hangen.
Ja. Ik vind het een heel bijzonder. Ten eerste is het natuurlijk het hele internet iets heel bijzonders. Maar we kijken gewoon even, we hebben allemaal een smartphone, de meeste hebben een smartphone. Als ik met het openbaar vervoer ga, ik reis zo met de trein naar Schiphol. Ja, je bestelt zo je kaartje, je krijgt die, je logt in en een rattenplan. Ja, ja. Als je ergens gaat, bij een ding gaat kopen bij een of andere groot grutter en je betaalt zak. Je kunt ook tegenwoordig je spulletje zelf scannen. Mm-hmm. Hè? Je kunt, ja, uiteindelijk, ik doe mee met al die dingen zover als het kan. Maar het maakt je ook wel een beetje lam natuurlijk. Hè? Dus de inventiviteit, als het uitvalt, dat je dan zegt, ik ben uitgepraat, ik weet het niet meer. Ik denk dat we dat ons ook gewoon moeten realiseren dat dat zo is. En dat we daar moeten kijken van, ja, waar kunnen we zorgen voor een backup. U pakt net bijvoorbeeld een supermarkt. Een supermarkt zonder internet werkt niet meer. Je kunt niet meer betalen, maar de kassa die werkt ook niet. Want ook die servers hangen ergens in de cloud. Ja, dus als er geen internetverbinding is, dan kunnen ze niets meer. En ze zullen de deuren gewoon moeten sluiten, want ja, ze kunnen de producten niet gratis meegeven, want dan klopt hun voorraadsysteem ook niet meer. Niks klopt meer, dus en ze zullen gewoon het geld moeten verdienen. Dus dan kiezen ze ervoor om de deur dicht te doen. En dat zie je ook wel vaker gebeuren. Als er stroomuitval is of er is geen internet, dan gaat de supermarkt gewoon dicht. Ja. Maar jij noemt net de cloud, hè? De cloud. Ja, dat is een wolkje. Ja, de cloud. Maar ik snap het nooit. In de cloud noemen we dus eigenlijk zo'n datacenter wat ergens in Nederland staat. We hebben er op heel veel plaatsen in Nederland staan datacenters. Wij hebben bijvoorbeeld zelf servers in Den Bosch staan, maar ook in Enschede. En ja, dat noemen we de cloud. Maar uiteindelijk is het niet, men ziet heel vaak het internet als een wolkje. En daarvan is die naam in de cloud gekomen. Maar uiteindelijk draait het gewoon fysiek ergens aan het internet verbonden. Draait een server en dat is uiteindelijk je cloud. Het is hetzelfde als, we gebruiken natuurlijk allemaal bijna e-mail en OneDrive en noem maar op, of Google, om spullen in op te slaan, om mee te werken. En dat draait uiteindelijk allemaal ook om een fysieke server. Alleen niet hier. En dat kan zomaar in Ierland zijn, of dat kan zomaar in Spanje zijn, maakt niet uit. En het draait als er maar een snelle internetverbinding is. Het is niet meer te begrijpen. Zeg Rob, om een beetje af te sluiten, wat is jouw advies? We hebben nou dat hele grote gebeuren meegemaakt. Het heeft voldoende in de publiciteit gestaan. Er is natuurlijk commentaar geweest. Er is natuurlijk een reactie geweest. Oorzaak, gevolg en dat soort dingen. Wat is jouw advies? Advies hierin is altijd gewoon zorg dat je een backup hebt. Alleen dit had je met een backup niet echt geholpen. Kijk, je kunt dan wel altijd terug naar een vorige situatie. Maar als je computer opnieuw blijft opstarten, dan kun je daar heel weinig mee. Dus als we nou kijken naar de gewone mensen die werken achter hun computer. Zoals wij. Die soms niet eens alle rechten hebben op de pc om iets uit te voeren. Die konden hier niets aan doen. Dus het is bij de grote bedrijven, die zullen gewoon moeten kijken van ja, hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen. En dat weten ze ondertussen, weten ze best wel wat er gebeurd is. En dan zullen ze moeten kijken, de testprocedures die worden natuurlijk in dit geval aangepast. Maar daar kun je zelf niet veel aan doen. Dus het enige waar je zelf over na kunt denken van als mij zoiets gebeurt, hoe kan ik dat proberen te voorkomen of hoe kan ik dan toch doorwerken? En ik denk dat dat voornamelijk het belangrijkste is, dat je dat er zoiets nog een keer gebeurt. Dat gaat gewoon een keer gebeuren. Hè? Dus het is gewoon zeker dat er nog wel eens een keer, en misschien wel veel erger, iets dergelijks gebeurt. Ja. Als er eens een keer iemand op de juiste manier iets weet te hacken, dan is het best mogelijk. Maar ik denk dat we hier niet iedereen bang moeten maken en een doemscenario moeten bedenken. Maar ga er vanuit dat het mogelijk is. En je hoeft niet de hele vriezer vol met eten te hebben zitten. Maar om nou thuis helemaal niks te hebben staan en niks te drinken te hebben staan, ja, is dat een goede tip, hè? Ja, zorg dat je in ieder geval altijd wel voor een paar dagen eten in huis hebt. Ja, en aan boord. Lijkt me nooit verkeerd. En qua computers, als je kijkt, ik zeg altijd voor iemand, wij doen natuurlijk heel veel met containerschepen. Zorg dat je in ieder geval twee systemen aan boord hebt waar je op kunt werken. Dan kun je altijd die andere nog uit de kast pakken. Ja, je zult niet helemaal vooruit kunnen, maar je kunt in ieder geval meer als niks. En nu waren er gewoon echt een hele hoop bedrijven die echt helemaal niks konden. Nee, Rob, ik ben heel blij met je adviezen. Jij helpt ons als KSN Pro altijd heel goed. Je bent de deskundige, wij zijn gewoon leek. Als ik het zelf kan doen, dan los ik. Maar jullie zijn veel beter erin.
we zijn er helemaal van afhankelijk. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. ik kijk maar even naar mijn adresseboekje. Vroeger kon ik de telefoonnummers allemaal uit mijn hoofd. Ik wist de straten, ik weet nog toch vrij veel. Mijn navigatiesysteem volg ik wel, maar ik weet er ook nog goed de weg. Hè? Maar we worden een beetje lui. En dat is natuurlijk, we moeten ook elkaar een beetje reactiveren. En jij waarschuwt altijd heel goed dat je het goed in elkaar moet zetten. Dat je goed de zaak onder controle moet houden. En dat je ook de veiligheid zelf moet waarborgen. Door ook je computer uit te zetten als je weggaat. Toch, hè? Je kunt hem beter uitzetten, maar dat vind ik niet dat nou voor de veiligheid per se moet. Nee, joh. Waarom zou je een computer aan laten staan als je hem niet nodig hebt? Want het kost ook stroom. Dus, kan daar niemand anders zo... Dat kan. Het is natuurlijk als hij uitstaat, kan er helemaal niemand in. Dat klopt. Maar als ze erin willen komen, dan komen ze er wel in. Linksom, rechtsom. Kijk, dat lukt de Russen her en der lukt dat ook. Kijk maar eventjes naar de oorlog in de Oekraïne. Het is niet alleen maar heen en weer schieten met kanonnen. En er gebeurt op de achtergrond op het internet ook heel erg veel. En ze proberen elkaar gewoon te hacken. En dat gebeurt constant op het internet. Ja. Iedere server, ook die wij hebben draaien, daar wordt op een dag gewoon verschillende keren geprobeerd. En soms is het meer dan verschillende keren om in te loggen. Nou ja, zorg dat je logingegevens niet allemaal hetzelfde zijn. En dat ja, is misschien precies. Wel mijn grootste advies om mee te geven, zorg niet dat je overal hetzelfde wachtwoord hebt. Want als dan één keer je wachtwoord wordt gestolen, dan weten ze het overal. Ja. Zeg op, ik ben heel blij dat je dit verteld hebt, want het geeft ook een beetje een beeld. We moeten niet bang worden. Nee, zeker niet. We moeten wel zorgen dat we veilig kunnen werken. Ik ben heel blij ook met jouw inzet voor de Telematica-dag, want je bent natuurlijk een lopende computer, maar nog met veel meer, omdat je weet hoe je dat moet aanpakken. Ik wil je hartelijk bedanken. En ik hoop dat de kijker en luisteraar die zegt van, ik heb er wat van opgestoken, geen angst, maar wel zorgen. Ik vind het heel fijn dat je ook zei van, zorg altijd dat je wat voldoende eten thuis hebt aan boord, maar ook voor de kermiswereld in de wagen natuurlijk, of op de schepen. Het hoeft allemaal niet veel te zijn. Maar dat je daar toch wel als, mocht er wat gebeuren, God verhoede het, dat we voorbereid zijn. Hey groep, ja. Hartstikke bedankt. Nog even blijven zitten erop. Goed. Ik heb nog twee dingen. En dat is namelijk, volgende week ben ik 2 dagen in München. En daar ga ik voorbereiden ons forumbespreking. Dat betekent dus dat platform voor de mondiale ecumenische pastores voor kermis en circus. We gaan daar in het hart van de Silesianen kijken of we daar onze jaarvergadering kunnen houden. In plaats van Monaco, het blijkt om een beetje kostenmatig een beetje uit de hand te lopen. En ik merk gewoon dat er wordt vanuit Monaco, vanuit de organisatie, ook veel meer gekeken waar de mensen vandaan komen. Er wordt veel meer gescreend enzovoort. Maar ik ga eens kijken of dat daar de moeite waard is. Ik ga daar dinsdag naartoe en ik ben daar woensdag en donderdag. Kijken of we ook nog iets voor de vergadering zelf kunnen hebben. En ik denk dat dat een hele goede bijeenkomst is. En daarom ga ik volgende week ga ik de podcast vanuit München ga ik organiseren. En als ik het nodig heb, Ruben, dan ga ik je erover bellen. Toch, hè? Nog een laatste. We hebben natuurlijk een fantastische Vierdaagse gehad. Nou, Rob, je hem ook getuige Vierdaagse. Ja, dat was prachtig. Je hebt mooie foto's gemaakt, hè? Ja. Van die uit jouw 11e verdieping, hè? 15e. 15e verdiepingen. Ja. Naar mooie foto's van de haven. Daar momenteel ligt er. Gewoon een paar schepen liggen erin, maar drie keer niks. Een fantastische tijd. Ik moet zeggen, Roel Moore heeft dat goed gecoördineerd. We hebben natuurlijk gefaciliteerd met zoveel vrijwilligers. Het is fantastisch. En van die 122, er zijn er 10 uitgevallen. Daar is niet veel. Maar goed, we gaan ervoor. Ik wens u een heel goed weekend. En dan doen we even zo, op, vol aan vooruit, in God en de Moskou's naam. Varen met die op.